vet leuk voor dat geld. Oh, moet je niet je haar erin doen? Hallo, hallo. Super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe action video. Voor wie nieuw is op dit kanaal, ik ben Marloes en je kent me misschien van mijn budgetblog budgetproof.nl. Maar ik ben hier vandaag om een aantal hele leuke action producten aan je te laten zien. Maar voordat we gaan kijken welke producten dat dan precies zijn, ben ik heel nieuwsgierig. Heb jij al gewinkeld op afspraak? En zo ja, hoe ging dat dan? Want ik vraag me af, ben je dan als een razende met dat karretje door de winkel aan het chasen? Met dat klokje op je karretje wat aftelt? Ik ben heel benieuwd hoe dat werkt. Mocht je nog tips hebben, laat het me vooral hieronder weten in de comments. En ik ben ook heel benieuwd wat je dan precies hebt gekocht. Let me know. Misschien breng je me nog op goede ideeën. Of misschien zit hier een leuk idee bij waarvan je denkt, ja, daar moet ik echt een winkelafspraak voor maken. Laten we gaan kijken wat er vandaag op mijn tafeltje staat. Want zoals je ziet, zit ik in een hele gezellige nieuwe setting. We beginnen met dit superleuke lampje. Het is volgens mij van aardewerk waar een canvas kapje op zit. En hij is €4,95. Dus echt een kopie. Volgende item wat ik van mijn plankje tover is deze geurkaars. Dit is een oriental geur en hij heeft een houten lont, dus dat knispert superleuk. Dit is echt een super populair product, dus je kan dit ook bij Click & Collect bestellen. Dan kan je het gewoon afrekenen en wordt het voor je al uit de winkel gehaald. Helemaal ideaal. Hij heeft dus die houten lont, die knispert, maar hij brandt ook lekker lang. 32 uur. Dat is echt een flinke tijd. Even kijken hoe dat eruit ziet. Oh, dit is echt een hele basic clean kaars. Ziet er echt heel mooi uit. En dit is een leuke kidsverpakking, vind ik. Deze kaars in deze leuke cadeauverpakking kost €2,99. Volgende product. Dat is er niet eentje voor mijzelf, maar voor de vogeltjes. Het is vogelvoermix met, wat is het, sunflower seeds en peanuts. Dus zonnebloempitten en pinda's. Nou, het klinkt smakelijk voor de vogeltjes. Het zit in een netje, dus dat kan je zo ophangen. En dan komen de vogeltjes gezellig smikkelen in je tuin. Het kost 99 cent, dus voor de prijs hoef je het niet te laten. Ik heb hier een heel leuk mandje van Anne O'Leary, wat ik persoonlijk alleen maar ken van het beddengoed. En ze hebben dus blijkbaar ook andere interieur items. Hij is gemaakt van waterhyacint, dus dat is een natuurlijk materiaal en hij heeft zo'n canvasrandje. €1,89 is echt een kopie om je make-upjes in te doen of andere losse spulletjes netjes op te bergen. Helemaal leuk. Nou, ik heb nu een item te pakken waar ik persoonlijk echt een winkelafspraak voor wil maken. Want dit kost 99 cent en het zijn 4 bamboe tandenborstels van FSC Hout. Dus dat betekent dat ze uit een verantwoord bos komen. Helemaal leuk. Koop je met een goed gevoel. En het leuke aan deze tandenborstels vind ik dat ze dus van die gekleurde haartjes hebben. Ik neem natuurlijk de roze. Maar de rest van het gezin mag dan lekker kiezen uit al die anderen. Wat staat hier nou? Er is iets met een puntje eraan, zodat je makkelijk iets schoon kan maken. Ik ben heel benieuwd waar nu een puntje aan zit. Nou, ik denk dat dat die haartjes zijn dan. Oh, dit is een heel cute tandenborsteltje. Ik vind het helemaal leuk. Ja, ik ga deze wel eventjes scoren in de winkel voor een euro. Hé, hey, een ander leuk product voor in de badkamer. Dit is zo'n, hoe noem je dat? Een gezichtsborstel. Een 2-in-1 zo te zien met een siliconen borsteltje en een gewoon borsteltje. En er zitten ook nog producten bij die je dan met die borstel kan gebruiken. Ik ben heel benieuwd. Echt een complete set van 6 stuks. Dus oh, je krijgt echt veel. Voor €4,95 krijg je dus die borstel met 3 opzetstukjes. En producten die je er dus bij kan gebruiken. Ik ben heel benieuwd naar dit. Verruik hoor. Oh. Jammer de bammer dit. Oh ja, gewoon naturel geurtje. Niks bijzonders. Nou, daar gaat hij hoor. 2 snelheden. Oh, ik moet misschien even zo'n borsteltje erop doen. Dat is wel zo leuk. Nou, je kan dus gaan voor dit normale borsteltje. Maar er zit ook een siliconen variant bij. Eens even kijken. Oh, dit werkt echt super makkelijk. Nou, tadaa. En hij kan ook langzamer. Vet leuk voor dat geld. Oh, moet je niet je haar erin doen? Oh. Ik heb ook zo'n borstel thuis, maar dan van een ander merk. Maar ik moet zeggen dat dit een stuk goedkoper is en waarschijnlijk net zo goed werkt. Want ik gebruik dit zelf om gezicht te reinigen. En je krijgt er dus ook hier dag- en nachtcreme en face scrub bij. Dus je kan je gezicht lekker scrubben en daarna een nachtcremetje of een dagcremetje aanbrengen. Nou, kom je helemaal stralend voor de dag. Superleuk.
Nou, ik heb hier een leuk product en ik heb soortgelijk iets al laten zien in een eerdere shoplog, want ik ben er persoonlijk heel erg fan van. Ik heb de dure variant inmiddels, maar ik was echt verkocht bij dit artikel hoor. Het is €8,95 en het zijn van die draadloze oordopjes. Ik noem dat altijd tandenborstels in je oren, want ik vind het er nog steeds heel achterlijk uitzien. Maar handig is het wel. En deze variant is dus echt een kopie vergeleken met het duurdere spul. Nou, hij komt dus helemaal klaar voor gebruik uit de verpakking, wat ik echt een groot voordeel vind. En ik zag net dat het echt op de real deal lijkt, want er zit zelfs ook een magneetje in. Alleen wel een beetje moeilijk open te maken. Maar ja, als je mij vaker op video hebt gezien, dan weet je dat ik daar sowieso een kluns in ben. Hallo? Ja hoor jongens, hebbes. Kijk. Die oortjes die klikken hier gewoon in en dit is een oplaadcase, dus dan laat hij de oortjes weer opnieuw op. Hij kan 3 uur mee. Nee, hallo. Oh nee, toch heb ik het weer dicht gedaan. Ik zal even demonstreren hoe suf dit eruit ziet. Maar goed, het is wel echt mega praktisch hoor. Zo. Oeh, hij praat tegen mij. Dus hij heeft al gelijk door dat ik ze in mijn oren heb gestoken. Deze zijn ook echt slim en voor dat geld vind ik het echt... echt een aanrader. Hij kan 10 meter ver van het apparaat wat je luistert. Top! Natuurlijk is een shoplog niet compleet zonder interieurspulletjes. Dus deze hand... wat is dit? Hoe moeilijk kan het zijn, Marloes? Deze bamboe zeepdispenser kost €1,99. Echt goedkoop voor hoe die eruit ziet. Want het is echt een stijlvol dingetje. Je badkamer of je toilet wordt een stuk leuker met dit mooie gevalletje. Heel handig natuurlijk. Vooral in deze periode dat we 8 miljoen keer onze handen wassen per dag. Ik vind hem leuk. En hij is natuurlijk bij te vullen, want er zit geen zeep in. En dan kan je lekker je favoriete geurtje er zelf in doen. Dat waren ze alweer. Ik ben heel benieuwd of jij misschien iets leuks hebt gezien waarvan je denkt, ja, daar wil ik een winkelafspraak voor maken. Of die je wil reserveren via Click & Collect. Vooral doen. En laat me hieronder weten wat je favoriete product was. En denk even na over die tips. Ik kan ze heel erg goed gebruiken, want mijn afspraak moet nog komen. Vond je deze video nou leuk? Doe vooral een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Is helemaal gratis. En dan ben je als allereerste op de hoogte van onze allernieuwste video's. Ik hoop je heel graag een volgende keer te zien. Tot dan. Doei!